Echt niet. Oh, dit is echt een... Nee. Hoi, wij zijn Masha en... Gregor. En wij doen vandaag mee met Hij Zij van Linda Meijer. Wie heeft wie versierd? Ja. Ja. Jij hebt mij versierd. Ja, dat is wel echt waar. Dat denk ik ook wel. Jij voegde mij toe op MSN. Ik had net MSN en toen ging ik mensen toevoegen en daar zat jij tussen. Ja. Toen dacht ik, die is leuk. Het ging weer kletsen. Ja, hij had mij versierd. Kletsen of kletsen? Kletsen. Ja, oké. Wie gedraagt zich sneller asociaal in het verkeer? Oh. Echt niet. Oh, dit is echt een... Nee. Maar ik ben niet aso. Als het raampje open kan, hij zit alleen maar te schelden en boos. Doorrijden! Ja, maar ik rijd niet asociaal. Echt? Heb ik niet gestopt voor mensen die over een zebrapad moesten lopen, dat is wel waar. Het is echt niet normaal. Okay, en dan rijden we en ik ben gewoon heel erg neutraal en hij... Wat doet die man voor de hele tijd? Dat ik op een gegeven moment ook zeg van kappen nou, want je geeft mij ook stress. Ja, maar mensen kunnen niet rijden. Dat gaat dus de hele tijd zo in de auto. Ja. Wie is het meest burgerlijk? Ja? Ja, ik denk het wel. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Het was lastig eigenlijk. Zijn wij zo? Nee, misschien burgerlijk? Ook niet. Nee, stiekem diep van binnen. Ja, denk ik jij. Denk ik wel burgerlijk. Zo, dat is echt lastig. Maar wij zijn letterlijk net verhuisd omdat het voor ons gevoel te burgerlijk was. Voor ons allebei. En ik werd er heel ongelukkig van. Maar het was wel eigenlijk iets te veel burgerlijk voor jou dan voor mij. Nou, dan denk ik dat we dit gaan doen. Dan vond jij toch iets meer jouw ding om burgerlijker te wonen, denk ik. Maar jij doet burgerlijkere dingen. Burgerlijker. Ja, precies. Burger. Wie is sneller jaloers? Tegenwoordig? Oké, vroeger. Hij? Ik, maar nu zij. Ook niet nou, heel ook niet. Ook niet. We zijn niet zo jaloers. Nee, maar we zijn gewoon het is meer, daar groei je echt overheen. Als je zo lang met elkaar gaat, dan is het echt gewoon. Dan is het er. Als ik nu denk aan vroeger, dan denk ik echt. Dude, ja. Really? Ja, dat je denkt op een gegeven moment, als je al zo lang met elkaar hebt, dan. Boeien. Wie heeft de minste klik met andermans vrienden? We hebben best wel... Nou, we hebben echt al heel lang met elkaar. We hebben sinds ons 16e, we zijn 32 nu. En ik was 15. Kap nou. maar we hebben gewoon dezelfde vrienden nu eigenlijk. Ja, we hebben echt dezelfde vrienden. En alle vrienden van jou van vroeger, daar ga ik ook al 15 jaar mee om. Ja, hoe kunnen we daar een hal... Ja. Ja, we hebben echt dezelfde vrienden. Ja, we hebben wel gewoon echt dezelfde vrienden. Mm-hmm. Ja. Ik bedoel, soms gaan we met jouw vrienden op. Tenminste, jouw vrienden. Dat is gek, jouw vrienden, maar ondertussen... Op vakantie en soms gaan we met mijn vrienden. Maar dat is gewoon hetzelfde. Wie is het meest dominant? Goeie vraag. Ik denk jij een beetje. Ja? Ik kan heel dominant zijn, maar als het erop aankomt... Ja, jij hebt je momenten. Ik heb soms momenten. Wel eens een keer per maand. En, maar als het erop aankomt, ben jij net iets meer de baas, denk ik. Het is wel fijn om te horen, hè? Het is echt wel zo. Allebei een beetje, maar ietsje meer. Echt 1% meer, denk ik. Iets vaker. Wie zegt als eerst sorry tijdens een ruzie? Oh. Ja. Maar dat is meer omdat zij het gewoon niet doet. Jawel, ik doe het wel. Alleen het duurt gewoon wat langer bij mij. Ik heb er nogal moeite mee en dan op het einde zeg ik sorry. Maar hij zegt wel gelijk sorry, ik heb het fout gedaan. Gewoon heel volwassen. Ja, en ik meen het ook. Ik ook! Nah. Wie is het meest ijdel? Allebei wel. Ja, oké, ik. Ik zit toch wel altijd heel erg lang mijn make-up en mijn haar te doen en dan is hij eigenlijk Je bent beauty gloss. Ja, maar jij bent heel veel met schoenen en fashion en dat soort dingen bezig. Dus ik trek gewoon iets uit de kast, ik doe maar wat met kleding en hij is heel... En dan komt echt 6 keer naar beneden om te... Wat vind je van deze combinatie? Wat vind je van deze sneakers met... I don't care. En daar is hij dan weer heel ijdel in. Dat is wel waar. Ik ben weer... Maar ik denk stiekem jij. Ja, ik ben wel echt... We komen in tijdnood door mijn ijdelheid met de make-up. Niet door de mijne. Nee. Dat is waar. Wie zei het eerst, ik hou van je? Ik heb echt geen idee. Ik zou het nog wel eens snel kunnen zeggen, zeker toen ik jong was. Zeg maar. Dus ik denk ik. Ja, of ik weet het eigenlijk niet. Zouden we het op MSN hebben gezegd? Oh, dat is echt heel erg.
ik denk het echt inderdaad dat dat op MSN was. Ja. Ik het ook. Maar dan denk ik dat ik... HVJ hartje. Ja, ik denk dat ik eerst was. Zoiets of zo, ja. Wie schaamt zich sneller voor de ander? Het is niet zozeer, ik schaam me eigenlijk nooit, maar er zijn momenten en dan doet Foef zo enthousiast. Dat kan wel. Zo intens enthousiast over iets en dan zijn we met mensen en dan is hij helemaal blij omdat we met iedereen leuke dingen aan het doen zijn. En dan is hij zo stuitert hij door de kamer en dan zeg ik, lieverd. En dan zeg ik altijd, even van 100 naar 80. En dan weet hij precies wat ik bedoel. Dan was ik iets enthousiast en... Ja, maar dat is niet schaamte, dat is meer dat ik denk... Ik je heb hebt niet door heel erg hoe... gezellig. Ja, het is ook heel lief en dan wilde iedereen knuffelen en zo. Maar dan is het liever... Dus dan zij. Maar zomaar schaam je me voor je nee, filmen. Nee, nee, nee. Dat is... Nee. Ja. Wie doet het meest moeite om jullie huwelijk spannend te houden? Ja, denk je? Tuurlijk, ik heb jou toch een huwelijk gevraagd. Ja, oh ja, ja, maar ze bedoelt spannend, ze heeft over seks. Ja, maar ja, oké, okay, maar dat is wel gebeurd. Dus, Dat is waar, ja. Nou, oké, okay, hi. Denk ik. Ja, ik moet ook toch wel wat vaker iets romantisch doen. En dat maakt het dan weer spannend. Ja, eens. Ja, hi. Alright, dat was hem. Thanks voor het kijken allemaal. Vond je het leuk? Vergeet niet, thumbs up, abonneer. En ja, tot de volgende video. Tot de volgende video. Ja, doei.